En ik zou jullie als eerste al even willen vragen om aan te geven in welk onderwijsniveau dat je actief bent. Dat is voor ons altijd heel handig om dat te weten. Als we voorbeelden geven, dat we toch wel de juiste voorbeelden of iedereen zich een beetje aangesproken voelt bij onze voorbeelden. Dus als jullie op het scherm de vraag krijgen in welk onderwijsniveau ben je actief, kan je daar even aangeven in welk niveau je lesgeeft. We mogen nog heel eventjes wachten tot iedereen de tijd gehad heeft om te stemmen. Ik zie dat er 85% heeft gestemd, dus nog heel eventjes. Oké. Ik zal de resultaten ook met jullie even delen. Dus er zijn 12% mensen van het lager onderwijs, eveneens 12% van het secundair. We hebben 6% BUZO. Vandaag is het volwassenenonderwijs goed vertegenwoordigd met 35%. 12% voor de Centra voor Basiseducatie, 6% student en andere organisaties enzovoort. Daar zitten we op 18%. Dus een mooie mix. We gaan er proberen ook rekening mee te houden met onze voorbeelden. Aan de slag met video. Heeft heel wat aspecten in zich. We hebben ook gekeken naar de vragen die vooraf zijn binnengekomen. Hadden ook met een aantal aspecten te maken. Zo dadelijk kom ik daar uitgebreider op terug. Dus het zal een beetje een mix zijn om video te gebruiken bij online leren. We hebben hier een heel mooie video. Ik ga hem niet laten afspelen, maar de presentatie komt jullie richting uit. Dan kan je het zeker eens bekijken. In Holland heeft een hogeschool heeft een heel mooi videotje gemaakt van hoe dat je video allemaal kan inzetten. En, het is een heel kort videotje van 4 minuten. Maar we gaan het zo dadelijk alle aspecten wel aan bod laten komen tijdens het webinar. Maar dit is een hele mooie samenvatting. Daarom dat ik het er ook heb laten inzetten. Nu, als je naar video gaat kijken bij online leren, zoals er net al aangehaald, heb je toch wel heel wat aspecten waarbij video kan ingezet worden. Een van de zaken is van, ja, dat je video zelf kan gaan maken. Dat je zegt van, ik heb geen gevonden op het internet die echt wel de lading dekt. Ik moet zelf aan de slag gaan. En dan ga je eerst dan vooral ook al eens kijken van, ja, welke leerinhouden wil ik delen met mijn leerlingen. Ook als je gaat kiezen voor, of op het internet gaat zoeken naar juiste video's op YouTube of andere kanalen. Ja, dan moet je eerst en vooral al weten welke leerinhoud wil ik met mijn leerlingen gaan delen. Dat is de eerste belangrijke hamvraag die we ons moeten stellen. En ten tweede is die inhoud die ik wil overbrengen wel geschikt voor video? Of moet ik kiezen tussen een mix van tekst, van schema's, van audiofragmenten, van PowerPoint, wat dan ook? Ja? Kan ik dat op die manier ook brengen en moet dat wel via een video zijn? Ten derde ga je dan kijken van, bestaat die video al en ja, is die ook wel afgestemd op mijn doelgroep? Hè? We hebben het juist gezien dat er hier heel diverse mensen de webinar op het moment volgen. Ja, iets dat geschikt is voor secundair onderwijs, is dat zeker niet voor het lager onderwijs bijvoorbeeld. Dus daar moeten we ook gaan naar kijken van als we iets vinden, is dat wel afgestemd op onze doelgroep. Op de bestaande platformen kom ik straks ook uitgebreider terug. Hè? Op maat van onze leerlingen, op maat van onze doelgroep. Vervolgens, als je dan kiest om, ja, ik heb geen gevonden op het internet, ik moet zelf hier iets gaan maken, vertrek dan ook van een storyboard. Schrijf heel kort uit wat dat je allemaal in beeld wil brengen, wat voor jou belangrijk is dat de leerlingen meekrijgen. Ja. Denk ook aan het maximale beeldgeluid in functie van leren. Hoe ga je dat in beeld brengen? Welk geluid? Welke teksten moeten daarin gesproken worden? En zo verder. Dus dat zijn allemaal zaken die je vooraf uitschrijft in een klein scenario. Vervolgens, als je een video hebt zelf gemaakt, ja, dan moet hem ook nog gepubliceerd worden ergens. Hè? De kenste is uiteraard YouTube. En dan is dikwijls de vraag van, ja, maar ik heb hier een filmpje gemaakt, ik ben daar best wel trots op, maar ik wil niet dat heel de wereld dat video kan bekijken. Ik wil dat afschermen, ik wil dat verborgen zetten. Dat kan perfect op YouTube. Je kan video's verborgen zetten. Je geeft dan de verborgen link via de leeromgeving, Smart School, Moodle, Canvas, welke omgeving ook.
De leerling kan via die link jouw filmpje bekijken, maar het is niet terug te vinden op het grote YouTube. Als iemand anders gaat googlen en toevallig een zoekterm over jouw filmpje geeft, zal hij het filmpje niet krijgen, omdat jij het hebt afgeschermd. Vimeo is de tegenhanger van YouTube. Heb je dikwijls meerdere instellingen, nog specifieker instellingen om af te schermen? Bij YouTube is het echt verborgen dat je het zet en met een link op de leeromgeving. Vimeo kan je echt zeggen voor die en die en die persoon wil ik het bijvoorbeeld niet afschermen, maar al de rest wel. Stream hoort bij Office 365. Dus de scholen die werken met Office 365 hebben ook mogelijkheid om video's te plaatsen op Microsoft Stream. Vergelijkbaar met YouTube, vergelijkbaar met Vimeo, maar dan ook weer een afgeschermd iets. Het is de bedoeling dat uw video's altijd worden bekeken vanuit het leerplatform en dat je daar een linkje zet naar YouTube, naar Vimeo. En niet dat je de video's helemaal gaat uploaden in die leeromgeving, want die zijn daar niet voor gemaakt. Hè. Die leeromgevingen zijn gemaakt om snel inhoud te geven. Die hebben geen streaming, hebben geen video-accessoires aan boord. Dus je gaat eigenlijk telkens linken naar de juiste platformen. Nu, wat bestaat er zoal om met video aan de slag te gaan? Uiteraard webinars of live sessies, zoals we nu bezig zijn, is één mogelijkheid. Je kan dat doen met Smart School Live, je kan dat doen met Microsoft Teams, met Google Meet, met Zoom, met Praatbox, allerlei verschillende tools. Nu, bij het moment dat je kiest voor een live sessie, ga je ook kijken van, ja, wat wil ik met die live sessie gaan doen? Wil ik enkel mijn presentatie gaan doen en mijn scherm dus delen? Of wil ik er echt interactief mee omgaan? Zoals ik er straks begon met te vragen, uit welk onderwijsniveau kom je? Dat is een interactieve poll. Wil jij bijvoorbeeld werken met breakout rooms? Dat doen we in deze webinar niet. Maar het kan goed zijn dat je zegt, van: ik wil groepjes indelen. Ja, ik zat gisteren zelf ook in een online sessie. En wij werden ingedeeld in groepjes. Een half uur werd er gewerkt in groep. Er werd terug naar de eigenlijke webinarruimte gegaan en daar werd gepresenteerd hoe ver de groepen gekomen waren, ieder aan zich. Ja. Als je dat wenst, ja, dan ga je moeten elimineren in het aantal tools. Ja. Niet elke tool kan dat. Ja. Breakout rooms kunnen bijvoorbeeld niet in Microsoft Teams, kunnen niet in Google Meet, kunnen niet in Praatbox. Ja. Smart School Live heeft die optie op dit moment niet, maar die zou die wel kunnen krijgen. Ja. Wij zelf, ik heb er straks ook aangehaald, het is de laatste sessie in Zoom. Wij hebben gekozen voor BigBlueButton, dat is een open source software, die heeft ook die breakout rooms. Ja. Ga je gebruik maken van Q&A? Ook dat is ook weer de keuze van, ja, wat wil ik gaan bereiken? Wil ik het interactief gaan maken of wil ik het gewoon presenteren? Zoals ik in de klas instructie geef. Ja, dan is de Microsoft Teams, de Google Meet perfect. Dus die zaken moet je echt wel afwegen alvorens de juiste tool te kunnen kiezen. Vervolgens, ja, als je een presentatie wil geven, je video opnemen. Dat kan met PowerPoint, dat kan voor Mac-gebruikers met programma Keynote. Hè. Ze hebben beide een opnameknop en dan kan je je presentatie opnemen. Let ook op als je een PowerPoint opneemt of een Keynote-presentatie. Dat zijn dikwijls heel zware bestanden. Zet die dan ook weer op een YouTube, op een Vimeo of op een stream, zodanig dat dat ook vlot bij de leerlingen binnenkomt en dat zij niet hinder ondervinden omwille van een iets tragere internetverbinding en zo verder. Ja. Ga niet een opgenomen PowerPoint op Smart School zetten. Neem dat met de tussenweg. Een andere mogelijkheid is ook dat je video gaat aanbieden via screencast. Het opnemen van je scherm. Om uit te leggen, bijvoorbeeld mensen die ICT geven, is dat iets dat heel veel gebruikt wordt om bijvoorbeeld uit te leggen hoe zet je een tekstje in bold of hoe ga je een bepaalde formule in Excel doen. Dat zijn zaken die je kan opnemen op je scherm. We hebben daar ook enkele softwarepakketten bij gezet. Screencast-O-Matic is er een zeer bekende. Snapchat is er eentje. Screencastify is er eentje. Er zijn er duizenden. Ja, ook daar moet je een beetje kijken van wat wil ik bereiken. Een screencast, probeer een filmpje, een screencast of een gewoon filmpje, ook te beperken in tijd. Maak geen video's van 12, 13 en langere minuten. Hè. Probeer alles kort in maximaal een 5 tot 8 minuten te bundelen. Maak beter 2 video's of 2 screencasts en ga daarmee aan de slag dan dat je 1 hele lange gaat maken.
Een demonstratievideo kan ook. Dat kan je met je smartphone gaan doen. Hè. Ik ga hier iets demonstreren. Ik neem een filmpje op met mijn smartphone. Eventueel met een statief. Is ook een mogelijkheid. Je kan ook een whiteboard video maken. Dus het witte bord van de klas, maar dan het digitale. En je schrijft op het bord. Is ook een mogelijkheid. En er zijn tools zoals Explain Everything. Of binnen iOS, de Apple mensen, die hebben een eigen schermopname functie in het toestel. Maar anders, Explain Everything kan zowel op Windows als op Android toestellen als app daarvoor gebruikt worden. Daarbij, bovenop, kan je ook animaties gaan maken. Animaties zijn korte video's. Movely, Poundtoon zijn daar tools die dat kunnen. Maar daar kom ik straks ook uitgebreider op terug. Jezelf al dan niet in beeld brengen is ook een vraag die dikwijls terugkomt. Hè. Van, ik wil wel video maken of ik wil wel live sessies doen. En nu denk eraan, ik ben dat ook vergeten in het begin om onszelf nu even voor te stellen. Meestal doen we dat wel. Dus de moment dat je jezelf in beeld brengt, probeer dan ook dat je maximaal je presentatie ook nog in beeld brengt. Hè. Je kiest zelf of dat je je comfortabel voelt en zegt van, ik blijf heel de sessie aanwezig. Of ik ga enkel en alleen een introductie doen met mijn webcam. Ook daar, let op, als je live sessies doet en je gaat dat doen met heel veel camera's aan, afhankelijk van de software die je kiest voor live sessies, kan je dat ook beperken. Hè. Dus bijvoorbeeld als je een live sessie zou organiseren met Teams live events, dat is een extra optie van Teams, dan kunnen deelnemers, dus leerlingen, hun camera en hun microfoon niet aanzetten. Dat is echt de bedoeling om instructie door te geven. Bij de andere softwarepakketten is het degene die de webinar regelt, die beslist wie wel of wie niet audio heeft. Bijvoorbeeld nu bij ons hebben jullie allemaal, jullie zien ons beeld, jullie horen ons, maar jullie kunnen zelf niet spreken, want je hebt geen spreekrecht en je hebt ook geen videorecht. Het was achterliggend ingesteld, dus dat kan je ook daar weer beperken of net niet beperken, of afspraken maken in het begin van een live sessie. We zetten de webcams op, of we zetten ze niet op, of enkel en alleen als je een vraag hebt, enzovoort. Dus dat zijn zeer belangrijke zaken bij het starten van live sessies. Dan ga ik even vragen om in de Q&A te zetten, aan welke didactiek denk je bij het gebruik van video? Ik ga jullie heel even de tijd geven om aan te geven, als je aan video denkt, welke didactiek denk je dan ook automatisch aan? En geef dat heel even aan in de Q&A. De Q&A vind je onderaan uw balk, Q&A. En als je daarop klikt, dan kan je daar een antwoord geven op de vragen, of op de vraag, aan welke didactiek denk je bij het gebruik van video? Ja, ik zie al antwoorden binnenkomen, dus ik ga nog heel eventjes tijd geven. Dus geef gerust in. Waaraan denk je, aan welke didactiek denk je bij het gebruik van video? Ik ga nog 1 minuutje tijd geven. Ik zie van alles binnenkomen. Ik ga mijn kaartje ook omdraaien. Daar staan een aantal mogelijke voorbeelden in, die ik zeker ook terugvind in de Q&A. Dus het eerste, klassikale instructie. Ik heb daar zien staan, Chris zegt, instructies geven. Hè. Iemand anders zegt, demonstraties, Q&A, uitleg. Met behulp van animatie en stukjes theorie. Gesprekken op afstand. De live sessies dan. Instructies, voorbeelden van hoe een oefening gemaakt moet worden, is iemand anders die dat geeft. Komt ook weer op instructies. Veel mogelijkheden als intro, als samenvatting, begrijpend lezen zonder en met beeld. Onderwerp introduceren, zegt iemand anders. Van abstract wordt concreet.
blended leren. Dus je hebt al heel wat voorbeelden. Wat ik niet direct zie in jullie, waarschijnlijk ook wel aan gedacht, is bijvoorbeeld flippende classroom. Hè. We zitten nu allemaal in coronatijden van ja, we zitten heel veel live te doen en heel veel online te doen. Hopelijk komt er volgend schooljaar terug tijd om het gewone klassikale opnieuw te organiseren. En dan kan hetgeen wat je nu gedaan hebt heel goed gebruikt worden als flip in de classroom. En flip in de classroom wordt bedoeld, je geeft bijvoorbeeld video's naar thuis, instructievideo's dat ze thuis bekijken, ze komen naar de klas, ze gaan daar oefenen. Je biedt hen daar op dat moment verdieping aan op basis van dat de video vooraf bekeken is of de tekst doorgenomen is en in het kader van video. Zien we flip in the classroom ook als video. Microleren kan ook. En microleren is een vorm van hele korte online video's dat je beschikbaar stelt. En op die manier dat je hen telkens een push geeft en een stukje meer aanbiedt op kortere termijn. Ja. Men noemt dat ook heel dikwijls nanoleren of nanolearning. Dat je eigenlijk een reeks video's geeft, maar telkens hebben ze één video bekeken en op basis daarvan de tweede video krijgen, ze hebben die weer bekeken, de derde video en zo verder. Storytelling is ook zo nog eentje. Daar gaan we straks ook dieper op ingaan. Inge gaat jullie daarin meenemen, dus dat ga ik nu even laten voor wat het is. Anders maai ik het gras voor Inge haar voeten uit. Ik wil je nog even meenemen naar waar vind je video's. Want je vindt heel veel video's online, maar waar juist? Hè? YouTube is al aangehaald, is een heel grote databank van video's. Vimeo net hetzelfde. Hè? Dikwijls dat je voor praktijkvakken meer vindt op Vimeo dan op YouTube. Bedrijven zijn eerder gericht op iets te zetten op YouTube, op Vimeo. Explania heeft ook heel wat video's en dan denk ik vooral aan video's rond gezondheidszorg, rond algemene thema's zoals wat is een eco-check bijvoorbeeld. Dat vind je op Explania. Als je er doorgaat, ga je telkens een voorbeeldje zien of wat is autisme precies, zo van die zaken. Wizos Academy is op dit moment nog een gratis initiatief, maar in principe dus voor en ook na coronatijden is dat betalend, waarbij dat er heel wat instructievideo's worden aangeboden voor secundair onderwijs. Vooral, het is eigenlijk uitsluitend voor secundair onderwijs gericht, van het eerste tot en met het zesde jaar. Zowel algemene vakken als richtingsspecifieke vakken, maar ook niet volledig. Elk domein is gedekt nog niet. Maar het zijn leraren die video's maken. Ik snap dat, ik ga heel even overspringen, ik kom straks terug. Ik snap dat is de tegenhanger maar dan voor basisonderwijs. Op snap dat vind je hele leuke interactieve video's. Als je de presentatie krijgt en je klikt hierop, dan ga je naar de website van Snapda. Net hetzelfde met Wizos. En dan kan je hier filmpjes kiezen per leerjaar. Als je dan bijvoorbeeld zegt tweede leerjaar, dan krijg je weer heel wat en ook tijdelijk gratis, dus ook tot... ik denk einde schooljaar dat ook zij het gratis aanbieden. Dan kan je erop klikken, bijvoorbeeld de meter. En dan wordt daar uitgelegd wat een meter is. En wordt er ook getoond van ja, dat is kleiner, dat is groter en zo verder. Hele toffe video's. In Vlaanderen hebben we ook Archief voor Onderwijs. Waar dat heel wat filmpjes ontsloten worden van VRT en Canvas. Die voor onderwijs kunnen gebruikt worden. Via Smart School kan je het nu ook aanbieden aan leerlingen. Uit het volwassen onderwijs, als je met de leeromgeving Moodle werkt, daar zijn ook plannen om dat eventueel gaan uitrollen, maar dat is er dus nog niet. Voor Smart School wel. Dus dan kan je leerlingen ook video's aanbieden vanuit het archief. Als je merkt dat er een video nog niet online staat bij het archief en je zegt, ja, dat is rond die periode op de tv geweest, kan je hen ook de vraag stellen om het online te zetten en dan kan je er ook mee aan de slag gaan. Dus dat zijn vooral bijvoorbeeld de reeksen zoals Pano en zo verder, die daar vrij snel op geplaatst worden. TED Talks is meer voor jezelf, professionalisering voor jezelf. Het zijn ook hele korte video's van maximum 18 minuten. En we hebben dikwijls TED-conferenties waar dat bepaalde onderwerpen naar voren worden gedragen en kort worden toegelicht. Dus dat is meer naar lerarenprofessionalisering. Leraar24.nl is een Nederlandse initiatief
waar dat ook naar professionele ontwikkeling van de leraar, zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs in Vlaanderen of het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, het MBO, in Nederland heel wat video's te vinden zijn die ook perfect bruikbaar zijn in Vlaamse context. Dus dat is ook een alternatief. Nu, als je zelf video's gaat maken of gaat gebruiken, denk er dan ook aan dat je steeds kijkt dat je tools gebruikt die HTML5 ondersteunen. Als je een melding krijgt van dit is nog Flash of hier heb je Flash voor nodig, weet dan dat het niet beschikbaar is voor mensen met een tablet en Google Chrome ondersteunt het ook niet meer. Dus ook mensen met een computer krijgen meer en meer problemen dat dat niet meer ondersteund wordt. Ja, het zal maar moeten lukken dat de helft van uw leerlingen het gaat bekijken op een tablet en dan moet melden van juf of meester, ik kan dat niet bekijken. Hè? Want ik krijg die melding. Dus als je zelf die melding krijgt en in Google Chrome krijg je die heel snel van hey, let op, hier wordt Flash gebruikt, vermijd die tool. Hè? Vermijd die best, want op termijn gaat geen enkele dat nog kunnen. Ook hetzelfde als je screencast gaat maken. Er is een heel mooi programma ooit gemaakt, Ying. Maar het is Flash, dus je gaat op dit moment kan je het nog op een computer installeren, maar er gaat een moment komen dat ofwel een update er moet komen van Ying, ofwel dat het dus niet meer bruikbaar is omwille van die Flash-omgeving. We hebben hier als alternatief Screencast-O-Matic, maar er zijn er dus heel veel andere, Camtasia, Screencastify en zo verder. Waarom Screencast-O-Matic? Omdat als je daar filmpjes mee opneemt met de gratis versie, kan je maximaal 15 minuten, wat dat zeer lang is. Hè. Best niet doen. Maar de meerwaarde zit erin, als je ergens op je scherm klikt, dat je ook een gele aanduiding, een cirkel krijgt waar dat er geklikt is. Dus heel visueel voor leerlingen of cursisten waar dat er geklikt is. Je kan daar ook bepaalde bestaande powerpoints mee open doen op je computer en daar doorklikken en op die manier ook een opname maken. En let op als je zelf video's maakt, dat je dus de MP4 neemt, want die is ook op elk toestel beschikbaar, kan zonder problemen afgespeeld worden. Een andere tip is ook dat je screencast ook heel goed kan gebruiken om feedback te geven aan leerlingen. Als zij een document insturen, bijvoorbeeld een Word-document, heel veel leerkrachten zitten daar uren aan om een Word-document te downloaden of in een tekst nog dingen, opmerkingen te zetten. Maar als je het openzet, het document, en je gaat een screencast nemen, kan je heel goed inspreken en aanduiden terwijl dat je spreekt waar de probleempjes of de hiaten zitten. Leerlingen vinden dat heel fijn, want ze horen de intonatie, ze weten ook wat dat je ermee bedoelt, dat je het uitlegt ondertussen. En het is ook zo, als je de test zou doen en aan leerlingen zou vragen hoe dikwijls heb je dat bekeken, dat ze met die feedback veel meer gaan doen en effectief die meerdere keren gaan beluisteren en bekijken, dan dat ze feedback krijgen in het document zelf. Dat wordt dikwijls alles geclasseerd en oké, ik heb feedback gehad, ik ga dat aanpassen en dan stopt het. Tegenover audiofeedback en videofeedback, dat toch wel een serieuze meerwaarde kan geven. Ja. In het begin is dat tijdrovend, ben ik het volledig mee eens. Maar eens je daarmee gestart bent en je hebt daar een routine in, gaat dat heel snel. Animatie in video kan uiteraard ook. Hè. Een van de tools die er straks ook aan bod kwam was Pouten. Ik ga het heel even starten. Dus je ziet al, hey, hello everyone, een poppetje dat wuift alles. Die letters komen één voor één. Dus dat is eigenlijk een beetje een animatie die opgebouwd is. Dat kan of zo'n hand die briefjes naar voren schuift, is ook zo'n klassiek voorbeeld. Dat kan dus met Pouten of met Movely. Kan beide ongeveer hetzelfde. Viont is een ander alternatief. Ik ga hem ook heel eventjes starten. We noemden vroeger Co-Animate. Dus op die manier, het is een iets andere manier, maar ook daar kan je animatiefilmpjes mee maken. Bijvoorbeeld als ze moeten leren inloggen in een bepaalde tool of omgeving, dat je het op die manier doet en dat leerlingen het meerdere keren kunnen gaan bekijken. Dit is een voorbeeldje van Movely. Ik ga het nu niet starten, maar ook daar zitten zeker mooie dingen in. En Movely is bovendien een Belgische tool, is van oorsprong in Gent ontwikkeld of wordt in Gent ontwikkeld.
We hebben ook al wat kleine handleidingen daarvoor. Dus als je ermee aan de slag wil gaan en je gaat op deze hand of linkjes klikken, ga je naar de desbetreffende handleidingen of tools. Uiteraard is het volgende ook belangrijk, video gaan bewerken. Je hebt een video gemaakt, maar je wil er nog iets aan bewerken. Voor apps zijn er bijvoorbeeld iMovie voor iOS. Voor Android kan je dat doen met PowerDirector Free. Wil je iets meer gaan bewerken, dan denk ik aan bijvoorbeeld de tegenhanger van Premiere is OpenShot. Dat is een softwarepakket dat je op computer installeert. Dat is ook een alternatief trouwens voor Movie Maker. Maar daar kan je dus heel veel richtingen uit. Kan je heel veel videobewerking gaan doen. Een andere leuke tool is Active Presenter. En daar heb je ook twee versies in. De free en de betaalde. De free is in principe meer dan voldoende. Maar is dikwijls als je een opname gemaakt hebt. Je hebt een videotje gemaakt en je wil in- en uitzoomen. Of je wil op die video nog aantekeningen maken. Dat kan heel snel en heel mooi met Active Presenter. Ik denk dan aan een opname die gemaakt is door leraren mode een paar jaar geleden. Die hadden opnames gemaakt met een tablet, moesten aantekeningen maken van patronen. Die zijn dan in Active Presenter toegevoegd. Daar is ingezoomd, uitgezoomd in de tool. Dat kan heel diep in- en uitgezoomd worden. Dus op basis van een bestaande video of een eigen opname. Heb je video's, maar die staan niet in het juiste bestandsformaat, is bijvoorbeeld Samsaar een tool om om te zetten, of Format Factory, waarbij dat je kan omzetten naar MP4, om er toch maar voor te zorgen dat iedereen die jouw videotje moet kunnen bekijken, dat ook kan bekijken. Gebruik je andere bestanden, dan kan het ook zijn dat leerlingen extra software moeten installeren, of dat je kan op tablets en zo verder. Dus van het moment dat je video gebruikt, maak dan ook de reflex, ik maak een MP4-bestand, omdat iedereen dat zonder enig probleem kan bekijken en afspelen. Ook daar een kanttekening, dus let erop. Want als je Flash kiest of een FLV-bestand, dan sluit je bepaalde toestellen en leerlingen uit. En dan geef ik heel graag het woord en ook de muisaanwijzer aan Inge. Inge, deel jij scherm zelf of... Nee, laat maar bij jou staan. Dan geef ik jou de muiscontrole. Ja, fijn. Ja, Katrien, normaal doe je altijd aan het begin even iedereen laten zien. Maar hebben we een bad hair day vandaag. Was het gewoon vergeten, Inge, sorry. Ja, dat dacht ik al. Even kijken, ja, ik ga wat vertellen aan jullie over storytelling. Terwijl ik dat aan het voorbereiden was, dacht ik aan een verhaal waar ik zelf ook mee te maken heb gehad. En waarom ik dit ook zo'n ontzettend mooi onderwerp vind. Toen ik de Pedagogische Academie deed, dus ik kom uit het onderwijs. Ik ben begonnen met het lesgeven aan de lagere school, dan in Nederland. Toen moest ik voor geschiedenis een onderzoek doen naar de geschiedenis rondom mijn geboorteplaats. Of de plaats waar ik woonde eigenlijk. En toen kwam ik in aanraking met de heemkundekring. En het onderwerp was eigenlijk heel saai, want het ging over van die driehoekige pleintjes met een put erin. Maar die meneer die mij daar het een en ander over ging vertellen, die vertelde zulke mooie verhalen over die put, over de mensen die daar hebben gewoond, wat er allemaal gebeurde, welke gevaren ze allemaal hebben getrotseerd. Dat ik dat vandaag de dag nog steeds weet. Dus dat verhaal wat hij vertelde, dat kwam ook gelijk binnen. En dat heb ik ook ontzettend goed onthouden. Van nature, dat kan mijn omgeving wel vertellen, onthoud ik eigenlijk niet zoveel. Dus dat is wel heel grappig. Denk maar eens terug aan jouw eigen schooltijd of tot nu toe. Dat je een keer geraakt bent door een verhaal wat je nu nog steeds weet, zeg maar. Zet maar even in de kreten in de Q&A. Ik ben heel benieuwd of jullie zelf ook al eens zoiets meegemaakt hebben. Ik geef jullie niet zoveel tijd hoor. Een minuutje krijg je de tijd. Dus een situatie of een boek of een docent en die deed iets speciaals. Nou, het worden lange verhalen, denk ik.
Ja, dat is helemaal mooi, hè? Oorlogsverhalen van de basisschooldocent die de oorlog zelf had meegemaakt. Dat maakt het natuurlijk heel indrukwekkend. Nog meer? Ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen. Nou, dan gaan we weer verder. Ik heb ook een poll en dat is een vraag voor je. Denk je in beelden of in woorden? Katrien, kan je hem neerzetten? En dan gaat het om, als je het woord boom ziet staan, zie je dan het woord of zie je het beeld? En we krijgen nog een bericht binnen van Vicky. Een Franse docent die kwam op een dag als opgeklede burger en de andere dag als clochard om het verschil te duiden. Ja, ook echt heel mooi. En dat soort beelden, dat blijft gewoon, dat blijft je bij, hè? Nou, je ziet er wel een trend ontstaan in de vraag. Voor degenen die de vraag niet kunnen zien. Beelden. Dat is nu 76%, woorden 18% en ik weet het niet 6%. Dus je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan, de meeste van jullie ook echt in beelden denken. Nou, als je dat nu in je achterhoofd houdt, ga ik even... Ik moet even hier iets aan de kant zetten om naar de volgende sheet te kunnen gaan. Als je dat nu aan je achterhoofd houdt, hier zie je een plaatje waar je bijvoorbeeld, dit is tekst en dat gaat het geheugen in, maar dat komt niet in je lange termijn geheugen en je kunt ongeveer 5 tot 9 dingen onthouden, onderwerpen die achter elkaar genoemd worden. Dan heb je op televisie ook altijd, hè, die spelletjes en dan moet je raden. En, dus dat is bewezen dat dat ongeveer 5 tot 7 dingen zijn. En het komt niet in het lange termijn geheugen. Maar als je kijkt naar afbeeldingen of beeld, dat gaat eigenlijk gelijk het lange termijn geheugen in. En dat blijf je ook bewaren. Dus dat gaat veel sneller en veel dieper. Dus je kijkt in aantallen. Dus 90% van de informatie die wij binnenkrijgen is ook visueel. En dat is deze tijd alleen nog maar erger geworden natuurlijk. Dat merken we zelf ook aan alle beelden en zaken om ons heen. En die beelden die worden 60.000 keer sneller geprocessed, zeg maar, verwerkt, dan tekst. Dat is natuurlijk hele interessante informatie voor als jij gaat lesgeven in de klas. Nou, heb ik hier een infographic. Ik ga dat niet helemaal laten zien, maar als je deze presentatie later nog een keer bekijkt, kun je er even induiken. Ik pak er even een paar dingen uit. Wat hier staat is dat als je bijvoorbeeld het hebt over parfum of koffie en je hebt iemand dan onder de MRI, dan kun je dus zien dat het deel van de hersenen waar de reuk zit, dat wordt geactiveerd. Dus je hebt het alleen maar over parfum of koffie. En vervolgens wordt dat deel wordt geactiveerd. Of als iemand luistert naar een verhaal met een hero bijvoorbeeld, dan wordt ook direct het lofhormoon geactiveerd. Dat is allemaal onderzocht, dat is allemaal bewezen. En daarom is het ook zo dat al die films en al die verhalen hebben ook heel vaak een hero of iemand met wie je kunt... waar je je kunt inbeelden dat jij dat bent, bij wijze van spreken, hebben ze dat in zich. Bijna alle Hollywoodfilms gaan ook over superhelden. Dan heb ik een tweede poll voor jullie. En dat is of jullie weten wat storytelling is. Katrien, kun je hem neerzetten? Dus de vraag is, weet je wat storytelling is? En de antwoorden zijn ja, een beetje of nee. Nou.
70% heeft ondertussen geantwoord. Nog niet iedereen, ik wacht nog heel even. Nou, 75% heeft gereageerd. 17% zegt ja, 72% zegt een beetje en 11% zegt nee. Dan gaan we naar de volgende sheet. Dit is een video van de MSL-groep. Ik ga hem nu niet laten zien, maar die kun je ook dan later bekijken. En zij hebben hier, ik ga hem wel eventjes aanzetten. Zij hebben met een animatie, vertellen zij wat storytelling is. En deze is heel interessant. Dus misschien wel leuk om een keer te kijken als je echt wil weten wat het is. Maar het houdt in dat je op een digitale manier een verhaal vertelt. En dat kan dus zo zijn met zo'n animatie, maar dat kan ook met een video zijn. Dat kan ook met een PowerPoint zijn waarbij je vertelt zeg maar, al die dingen die Katrien net ook opnoemde. Of een praatplaat. En uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat deze vorm van verhalen veel overtuigender zijn dan niet-verhalende boodschappen. Hè, wat we net al zeiden met die tekst die binnenkwam of die afbeelding die binnenkwam. En dat is ook niet zo gek, want vanaf jongs af aan zijn wij al opgegroeid met verhalen. Klassieke sprookjes, magische figuren, helden. In Nederland heb je het park de Efteling. Ja, dat is allemaal rondom verhalen, maar je hebt natuurlijk ook Plopsaland. Allemaal rondom verhalen. En dat blijft veel langer hangen dus dan die tekst. Dat heb je zelf denk ik ook. Als je een verhaal leest, dan wil je het liefst dat het een held is. Ja, ze gaan een moeilijkheid overwinnen. En aan het einde, eind goed, al goed. En dat is de manier waarop wij herinneringen hebben aan de verhalen die we vroeger hebben gehoord. En als iemand het interessant vindt van dat onderzoek, dan kan ik dat ook wel laten weten waar je dat kunt vinden. Dat gaat nu een beetje te ver om dat te vertellen. Er zijn dus allerlei ICT-hulpmiddelen die je kunt gebruiken om die storytelling in jouw klas of in jouw groep te doen. En een aantal heeft Katrien al genoemd. Dus ik ga er niet heel erg diep op in. Maar je kunt slides gebruiken waarbij je dan vertelt. En dat kan met PowerPoint of met Prezi of met Google Slides. Je kunt die animatietools gebruiken zoals Pow2Movely, Doodly Videoscribe. Sommige zijn gratis. En sommige zijn betalend, maar niet al te duur. Ook een leuke manier om een verhaal te vertellen. Je hebt de content creatie tools, waarmee je een verhaal kunt vertellen in beelden en of video's erin zetten, maar ook in activiteiten. Bijvoorbeeld HVFP en Xechte. Katrien had net al een voorbeeld laten zien van de interactieve video in Xechte. En dadelijk krijg je nog een voorbeeld van H5P. Je kunt het ook in een stripverhaal doen. En dat is het programma Storyboard Dead kun je daarvoor gebruiken. Dat is deels gratis. Je kunt er 2 storyboards maken per week. Je kunt een online boek maken. Dat kun je zelf doen, maar dat kun je natuurlijk ook heel goed doen met je leerlingen. En Book Creator, daar kun je 1 bibliotheek met 40 boeken gratis. Dit zijn wel speciale regels voor in het kader van de corona. Maar ja, op dit moment kun je dat heel goed gebruiken. En je kunt natuurlijk een screencast maken. Ik zei net die slide bijvoorbeeld met PowerPoint. Je kunt zo'n slide opnemen en weer afspelen als video. Maar je kunt ook de PowerPoint pakken en daar vervolgens met de screencast jouw stem onder zetten. En dan kun je ook een heel mooi verhaal vertellen. Dus het hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn om dit toch te kunnen doen, digitaal. Ik bedoel, in de klas kun je je voorstellen, je pakt een boek of je gaat gewoon een verhaal zitten vertellen. Maar dat is online ook best goed te doen. En dit is dan het voorbeeld met H5P, zo'n interactieve video. Je zet hem aan en hij gaat spelen. En op een gegeven moment, je ziet hier boven die puntjes en die bolletjes, dan gebeurt er iets. Dus je leerlingen worden ook geactiveerd om op dat moment iets te doen. In dit geval komt er een pop-up waar er een vraag komt. Vervolgens als je hem dan weer verder gaat laten lopen. Je kunt hem niet doorspoelen, dus ik moet hem even helemaal door laten lopen. Maar dan komt er bij die bolletjes, daar komt een vraag tevoorschijn die ze kunnen gaan maken. En zo kun je zeg maar jouw video, en dat kan dus een video zijn van jouzelf, maar dat kan ook heel goed een video zijn van YouTube of van Vimeo, bestaande video's, kun je toch je eigen interactiviteiten en je eigen verwerking bij doen. In dit geval krijg je dus hier de vraag.
Nou, dit is weer een ander voorbeeld. Ik hoop dat dit lukt. Ik denk dat jij dit even moet doen, Katrien. Oh nee, sorry. Ik kan het zelf doen. Dit is een praatplaat eigenlijk. En dat is ook een verhaal, want dit is het verhaal van de maanlanding. En je kunt dus klikken op de verschillende onderdelen die hier gebeurt. En dan zie je dus een klein stukje van het verhaal. Dus je kunt pop-ups met weer afbeeldingen en tekst. Maar je kunt er ook een... Volgens mij zit die hier. Nee, dit is ook nog een stukje tekst. Met een belangrijke uitspraak. Maar je kunt er dus ook nog een andere video in hangen met weer een stukje verder in het verhaal. Dus ook zo'n praatplaat, in dit geval hebben we Xetter gebruikt, kun je gebruiken voor storytelling. Dit is ook een praatplaat en aan de hand van deze praatplaat kun je bijvoorbeeld uitleggen wat Xetter is. Ik gebruik deze zelf vaak als ik een presentatie ga geven, om toch een verhaal te kunnen vertellen rondom een in dit geval een tool. Het leuke van dit is dat wij waren op een conferentie in Amerika en wij gaven daar een presentatie van Xetter. En er zat dus iemand in de zaal die dit soort tekeningen kon maken. Dus je kunt het zelf maken en je hoeft helemaal niet zo heel goed te kunnen tekenen om dit te doen. Maar je kunt het natuurlijk ook praatplaten van internet halen. Let altijd wel even op met het copyright. Nou, hier is een heel simpel verhaal van een docent die het had over chocoladecake bakken. Ze heeft eigenlijk gewoon afbeeldingen gemaakt en dan tekst erbij. Nou, ze gaat een chocoladecake maken. Vervolgens gaat ze het in kleine stukjes snijden. Ze gooit er de glazuur overheen. En ze zei zelf al, nou, ik dacht echt, dit wordt helemaal niks. Ze gaat het nog verder verwerken. En uiteindelijk krijgt ze een geweldig mooie cake. En 10 uur en 5 dagen later is ze heel blij en mooi hoe de cake eruit ziet. Heel simpel, maar wel een verhaal waardoor je studenten dingen gaan herinneren. Hoe ga je dat dan doen? Hoe pak je dat aan? Je gaat eerst de inhoud van je verhaal bedenken. En daar zijn hulpmiddelen voor. Ik heb hier een link erin gezet, storytelling in 12 stappen. Dan krijg je de onderdelen zeg maar, van je verhaal. Heeft iemand heel mooi op internet gezet. En dan ga je dus eerst heel je verhaal afmaken. Dan ga je bedenken, hoe krijg ik dan mijn doelgroep ook in beweging? Dus wat wil je dat ze ermee gaan doen? Wat moet het uiteindelijk opleveren? Wat is je doel? Dan hoe ga je het vertellen? Dus eigenlijk wil ik het online doen? Ga ik het gewoon fysiek doen? Wil ik het in een alleen maar audio? Wil ik video? En dan, welke tools kun je gebruiken? Nou, dan kun je altijd even kijken naar wat wij hier vertellen. Maar misschien heb je zelf ook nog allerlei tools die je kunt gebruiken. Hieronder zie je ook nog 2 links naar een aantal tools die je kunt gebruiken. Maar dat zijn de meeste wel betalende tools. Oh, dat was het al, Katrien. Neem jij het weer over? Ik neem het terug over, Inge. Ik ga ook de muiscontrole terugnemen. Dat is misschien iets handiger. Er waren heel wat vragen binnengekomen vooraf rond het organiseren van live sessies, rond tools daarvoor. Ik zie ook dat ondertussen het Gert nog een bijkomende vraag heeft gezet in de Q&A van kan je in elke live sessie een poll lanceren? Dat hangt af van welke tool dat je kiest. Niet elke tool heeft dat. Er zijn wel wat omwegen, want je zou als je tool hebt het op zich, bijvoorbeeld Google Meet of Jitsi Meet of Praatbox hebben dat niet. Maar dan zou je het met Mentimeter eventueel kunnen oplossen. Maar dat heeft als nadeel, als je zo'n extra tool, ja, dan moeten mensen naar een extra linkje om daar iets gaan in te geven. Je moet ze terugkrijgen naar je live sessie. Dus dat heeft wel wat voeten in de aarde om iedereen terug te krijgen op dat moment, omdat je hen even naar een andere tool laat gaan. Dus de keuze van je tool waarmee je live sessies gaat doen, bepaalt ook wat je kan en dat het ook interactief kan zijn. Ja? Er is een heel groot verschil tussen een live sessie organiseren en gewoon
instructie geven en presenteren eigenlijk. Het videobellen, zoals we dat dikwijls noemen. En het kiezen voor echt een webinar, iets interactief te maken, want dan heb je andere mogelijkheden nodig. We gaan dat ook nog een beetje uitschrijven de komende maand, want we hebben daar heel veel onderzoek en dergelijke naar gedaan de voorbije weken, met als alternatief te gaan opzoeken wat kan Zoom webinar vervangen voor ons en zaken. Dus daar komt nog wel een document rond. Nu, als je zelf live sessies gaat organiseren, is het ook belangrijk hoe dat je dat doet. En eigenlijk heb je vier items. En wat jullie nu zien is gemaakt door onze collega's uit Engeland, waar we heel nauw mee samenwerken. De pijltjes zijn Engelstalig, maar erachter is allemaal Nederlands. Dus maar eigenlijk hebben we vier fases. We hebben de fase van de planning en de voorbereiding. We hebben de fase van het installeren of het klaarmaken van de omgeving. We hebben een fase die gelijk loopt of gelijk kan lopen met de research en het maken van de inhoud van uw webinar. En als je dan gegeven hebt, heb je nog een vierde, namelijk de post-webinar taken. Wat ga je nog doen na de webinar is geweest? Dus als eerste, als wij een webinar plannen, Inge en ik doen dat al een aantal jaren samen. Wij kiezen thema's en dan is dat op dit moment meer routine als dat we echt nog vergaderingen plannen daarover. In het verleden was dat wel anders. Dan mieken wij eerst een vergadering waar dat we eerst gingen plannen welke webinars, welke sessies, wanneer, wat gaan we erin steken. Dan vervolgens dat we een brainstorm hielden. Wij deden dat meestal via mail. Maar onze collega's deden dat meestal via een Google Doc of zelfs via Mindmaps. Mindmeister is er eentje van, maar ook daar hadden heel veel zaken in. Je hebt daar bijvoorbeeld ook de ideeën die groeien, welke communicatie ga je inzetten en zo verder. Vervolgens, de tool kiezen hoort daar ook bij. Welke tool kies je? Ga je registratie doen, niet registratie? En wij kiezen ervoor. Dat we op dit moment zeggen, je hoeft geen registratie niet te doen. Je mag gewoon binnenkomen die dag om dat uur. Maar je kan er ook voor kiezen dat het met registrograaf registratie is. Je gaat, als je het binnen leerlingen doet, is dat anders. Dit is de keuze van, we gaan het openbaar naar alle leerkrachten in Vlaanderen en Nederland doen. Dan gaan we het publiceren van die webinars komen er. Uiteindelijk ga je hem effectief houden. Je hebt ondertussen ook dit doorlopen van, hoe gaan we het aanbieden? Welke zaken wel, welke zaken niet? Want meestal moet er wel wat geschrapt worden. Eens om geweest is, dan moet je straks, moet ik hier nog de recording zorgen dat die goed loopt. We moeten die ook publiceren. We moeten jullie op de hoogte brengen dat hem erop staat. De opname zoals de presentatie. Dus je hebt ook wel wat taken daarna nog te doen. Ik ga er niet overal op klikken. Je kan dat als je het presentatie krijgt zelf ontdekken. Nu, er zijn heel wat webinarfuncties. Ik heb er juist ook al ingegeven. We hebben een volledige map met webinar en online vergaderen, waar de allerlei leermiddelen in zitten, afhankelijk van tool en zo verder. Wordt ook zeker nog uitgebreid de komende tijd. Die polls, dus ofwel kan de software dat in zich, ofwel moet je dus naar alternatieven gaan. Maar het is zeker handig om mensen te betrekken bij u. Webinar. Als je een heel uur, zoals wij, echt zouden alleen maar zenden en niet zouden vragen aan jullie om eens een poll in te vullen, om eens via de Q&A dingen te doen, dan is de kans op afhaken heel groot. Je moet er ook niet mee overdrijven, je moet niet elke 5 minuten iets doen, maar je moet wel proberen je mensen te engageren en betrokken te laten voelen bij je onderwerp. Chatboxen. De meeste hebben ook een chatbox. Wat je hier ziet, hebben jullie nu niet. Maar dat kan zijn dat je duimpjes, dat kan wel, hand opsteken, zo van die zaken. Maar ook echt berichtjes typen, afhankelijk van hoe dat je het instelt. Deelnemerslijsten. En wij hebben dat uitgeschakeld in Zoom, omwille van privacyredenen. Maar ook dat kan, als je daarvoor kiest, van iedereen mag weten wie er hier allemaal deelneemt. Dan kan je dat ook openzetten, zoals we het hier hebben als voorbeeld gedaan. Heb je functies nodig, zoals een whiteboard, dat je mensen laat tekenen op het scherm, deelnemers of enkel presentatoren?
ook weer niet elke tool heeft die functionaliteit. Maar als je dat wil gebruiken, moet je een tool gaan zoeken die dat wel kan. Naar audio, welke instellingen kan je doen als iemand problemen heeft met zijn audio? Gisteren had ik een sessie waar iemand zei van, ik wil praten, maar wij hoorden er niemand niet van. Hoe kan je dat dan snel oplossen? Zijn daar zaken voor? Afhankelijk ook weer van een tool. Net zoals met video. Onze Engelstalige collega's hier in beeld kunnen ook op die manier zeggen van, ja, wie mag zijn video aanzetten, wie niet. Wij hebben bewust ingesteld dat deelnemers hun video niet standaard kunnen aanzetten. Panelleden of moderatoren of presentatoren wel. Hè. Zoals Inge er juist zei, van, we zijn het in het begin, ben ik het totaal vergeten om het even te doen. Bestanden doorgeven, is dat nodig, is dat niet nodig? Afhankelijk ook weer van het tool. Remote control, wat we net gedaan hebben. Hè. Ik heb Inge gewoon de muisaanwijzer gegeven, zij heeft haar deel van de presentatie gedaan, maar eigenlijk stond mijn scherm voor jullie zichtbaar. Hè. Je kan er ook voor kiezen, als tool dat niet heeft, om dan even te wisselen van scherm en dat Inge haar scherm had laten zien. Dus is dat een noodzaak? Het is een leuke om te hebben, maar echt zeggen van, daar valt of staat de software mee, is dat niet zo. Eerder wel met breakout rooms. Hè. Dat was voor ons een hele belangrijk als we op zoek gingen naar een alternatief, was van, ja, we willen echt wel met breakout rooms werken. Want we willen mensen in sommige webinars wel in groepjes indelen. En ik zal het altijd terug laten komen. Dus als dat een voorwaarde is, ja, dan heb je ook al beperktere keuzen in tools. En zo zijn er heel wat mogelijkheden. We hebben hier de meest gekende genoemd. Bijvoorbeeld dit voorbeeld dat je nu ziet is Vitero. Is een Duitse makelij. Waarbij dat iedereen rond het scherm zit. En iedereen zijn eigen avatar of afbeeldingskin heeft. Is een hele mooie tool. Kan je ook heel interactief mee werken. Die heeft de mogelijkheid om post-itjes te geven. Ja, zijn dat ook meerwaardes of gaan we dat op een andere manier kunnen doen? Dat zijn zaken die je heel goed moet aftoetsen bij de keuze. Welke activiteit dat je wil doen en welke activiteit dat vooral ook de deelnemers moeten doen. Dus daar gaat het om in webinars. Zorg er ook voor dat je webinars blijven plakken. Ja. Dat mensen er iets uithalen. En ik ga jullie heel eventjes... Oh, ik kan de link niet direct... dus je ziet, hier hebben mensen al geantwoord. Hè, waar, je kan daar later ook zelf nog ingeven. Hè, waar, wanneer blijven ze erop plakken? Hè? Inge zei er juist, wat is een bad hair day? Omdat je je camera niet opgezet hebt. Het was gewoon vergeten. Hè, maar die humor die erin zit, dat moet ook kunnen bij een webinar. Hè. Je moet dat kunnen en je moet dat een beetje je publiek bespelen. Wat wij in het verleden ook heel dikwijls gedaan hebben, is een gastspreker gevraagd. Hè, iemand die echt over dat onderwerp heel veel weet en heel gekend is, probeer die ook eens binnen te halen in een webinar. Dat gaat dikwijls makkelijker online dan dat je het face-to-face iemand naar je school of centrum haalt. Opname is dikwijls ook iets van, ja, ik wil het nog eens terugzien. Een tijdwinst. Hè? Hadden wij dit moeten uitleggen, waarschijnlijk had het dan geen uur, maar iets langer geweest, een halve dag, had iedereen de verplaatsing moeten maken naar ergens, hè? In Vlaanderen of in Nederland. Dan heb je veel meer tijd dan nodig dan dat je nu hebt op een uurtje, dat je alle informatie meekrijgt. Dus daar moet ook wel voor zorgen, als je een webinar organiseert, dat er van die zaken in zitten, dat het een meerwaarde biedt. Probeer ook die persoonlijke relatie op te bouwen. Dat is moeilijker dikwijls, zeker bij onze webinars. Als je dat met leerlingen doet, dat je kind, is dat makkelijker. Maar probeer mensen persoonlijk te benaderen. Ook als er bijvoorbeeld in de Q&A of zo, dat je dat als een voornaam of zo noemt. Hoort ook een beetje bij verzorgde groep. Dat je er ook voor zorgt dat iedereen aan bod komt. Dat je, als er mensen later toekomen of dergelijke, dat je nog even meeneemt. Maar ook dat je iedereen er probeert bij te houden. Ja. Dat je zo snel mogelijk probeert op vragen van de Q&A in te gaan, of schriftelijk of mondeling. Hè. Dat kan beide. Maar dat mensen niet voelen van, ja, ik zit hier al een kwartier met mijn vraag en ik moet hier nog wachten, want ze hebben het misschien niet gezien. Hè, op die manier. Blijf aansporen. Dus Inge heeft dat juist ook gedaan welk verhaal is je bijgebleven. En dat we zagen dat bijvoorbeeld Rick, denk ik, dat was, zei oorlogsverhalen, maar het tweede wachten was zo'n beetje
wachtende, dat er dan toch wel wordt aangespoord van, hé, we wachten, hè, want er zijn waarschijnlijk nog wel verhalen die, hè, of mensen hebben nog niet gestemd, we hebben zoveel procent. Dat zijn van de zaken dat je ook weer mensen bij je webinar houdt. En net hetzelfde ook bij onbewust of doelbewust. Hè. Mensen die microfoons hebben openstaan, wij proberen dat dus te beperken in die zin dat wij zeggen, deelnemers hebben geen microfoonrechten of geen videorechten. Maar als dat wel is, ja, probeer dat dan ook als mensen dan hun microfoon laten openstaan en je hoort daar op de achtergrond geluiden. Probeer dan, of zet dan als begeleider zelf de microfoon op mute als zij het niet doen. Of ook probeer, als mensen de discussie proberen te domineren, als het volledig met microfoons is, probeer daar ook, ja, net zoals je het in de klas zou doen, ga je daar ook op reageren. Probeer dat hier ook toch wel aan te pakken en dat daar een reactie van jou komt.